hier bij John. Hoi John. Hey. Welke twee verenigingen zijn hier aan het werk? Wij zijn hier aan het werk samen met CV Nooit Gedacht. Dan zijn we bij CV De Vlerken. Oké. Okay. En dan zijn we samen een mooie wagen aan het bouwen. En waarom samen? Omdat we allebei de verenigingen wat handjes tekort kwamen van technische mensen die weggevallen waren. En wij waren, hadden gezegd van nou, we gaan toch een wagen bouwen. En zijn een stap ondernomen om de wagen te beginnen. En toen kwam Nooit Gedacht met het probleem. Toen we zeiden van ja, we bouwen dit jaar geen wagen, denken wij. Omdat we geen mensen hebben. Zitten jullie allebei in hetzelfde café met carnaval? Of waar zitten jullie? We zitten allebei in het hart van Boksel met carnaval. Oké. Okay. Dus er is geen onderlinge strijd. Zoals ik hoor bij al die andere carnavalsverenigingen. Daar heb je toch altijd zo'n competitie? Er is wel een klein beetje onderlinge strijd altijd. Maar dat is wel heel nihil. Want het zijn ook allemaal vrienden van elkaar geworden. Ja. Bijvoorbeeld mijn broertje zit ook bij de andere vereniging. Oké. Okay. Iedereen kent elkaar en iedereen kan heel goed met elkaar overweg. Ja. Heb je ook contact met de andere wagenbouwers van andere verenigingen? Andere verenigingen niet, nee. Daar hebben we helemaal geen contact mee. Dat is altijd een verrassing bij de optocht zelf, waar die ook weer mee op de proppen komen. Want wat is jullie thema van wagen dit jaar? Dit jaar is ons thema het parkeerprobleem van Boksel, dat we in het centrum hebben. Hebben we geen vaste slogan, dat passen we aan naar het eind, dat moet groeien. Maar het thema is dat we een parkeerprobleem hebben en dat we misschien een parkeergarage moeten bouwen. Hebben wij als kleine suggestie. Ja. Niet dat dat per se moet natuurlijk, hoeft niet de oplossing te zijn. Maar daarom hebben we een deux chevaux, oftewel een eendje. Want in de gat een eendje is natuurlijk extra leuk. Ja. En daar komt een andere eend staat daarin en die rijdt het eendje en die wil graag parkeren. Die kan dan naar de parkeergarage rijden en daar rijden dat ook wat autootjes in rond en dergelijke. Leuk. Bij jullie die nou zo die club die bezig zijn met de wagen te bouwen, hè? Met de carnavalswagen te bouwen, is er altijd een harde kern, een aantal vaste mensen? Ja. Of, bij ons is het iets officieel, want we hebben heel veel mensen die kunnen regelen en organiseren. Ja? Dus we hebben een vast clubje, dat is dan zeg maar de bouwcommissie. En er zijn inderdaad altijd de vaste 5-6 mensen die dat doen en dan komen andere mensen later in het proces op het moment dat er een papier maché moet worden en dergelijke. Oh, ja. Ja, jullie zijn nog jong en volop bezig met jullie toekomst. Ja precies, iedereen nou in het proces dat de huisje, boompje beestje in de picture komt. Ja, dat is toch moeilijk. Dus dan zijn er altijd wat gaten op te vullen. En dus op deze manier is dat wel leuk te doen. Nou, leer je elkaar ook beter kennen en groei je ook meer naar elkaar toe. Mm. Als je zo samen iets kan doen. En de locatie hier is ook schitterend. Ja, geweldig. We hebben Pinksteren maar een mooie ruimte die we hebben gekregen. Ja, heel mooi. Achterin de loods hebben we een mooi hoekje waar we lekker kunnen bouwen. Er zit een leuke kantine bij. Oh, dus we kunnen gezellig met z'n allen ook eten tussendoor. En, lukt het op tijd? Ja, zeker. Ja, het is wel hard werken, maar er ontstaat nou ook echt iets. Steeds meer mensen worden enthousiast en daardoor komen ook steeds meer randjes om steeds meer mensen te helpen. Het zal wel flink doordouwen zijn, maar het komt van eigenlijk goed. Ik ga mee naar binnen met jou, gaan we samen kijken hoe die eruit ziet. Lijkt me een goed idee. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, zeker.